Duitse cruiser Jim, 20 jaar, komt uit Jestermar en is topmodel. Grote merken als Dolce & Gabbana, Dior, Versace winnen heel veel slucht van haar. Afgelopen jaar tekenden ze een topcontract bij Calvin Klein om wereldwijd het gezicht te wijzen van de nieuwe parfumlijnen. Dit deed ze al voor het Franse cosmetica merk Guerlain. Ex stiert ze regelmatig in verschillende landen op de cover van grote tijdschriften. Nooit Amsterdam, New York en Londen is het nu de beurt aan Milaan. Daar werd tijdens de Fashion Week de nieuwe Jest en Wintercollectie presenteren. En dan haak ik het net over de nieuwe collectie van de V&D, maar over haute couture. En vanzelfs Duitse mastic workie. En het houdt in castings, fittings, modeshows en een hele soort make-up en hier. Is dit leuk? Dit? Ja. Nee, het is saai. Als het echt hele moeilijke dingen binnen, dan lezen we wat, want dan wordt het soms heel lang. En dit is heel simpel. Hoeveel of zulke shows erin stoken gemiddeld op een dag? Dit, nou, 2 draaien. Die maximum is 5, denk ik. En dan doe je er nog fittings bij en zo? Ja. En castings? Ja. Hoe lang binnen die dagen dan? Het begint om 8 uur, zo'n 8. Tot, nou, ik kan om 9 uur kleer wezen, maar kan ik om 12 uur kleer wezen, s'nachts. En dan de volgende dag weer? Ja. En dat maand lang ongeveer. En the same again here. Again, but it's like a clean turn. It's not like a Okay. And then like a real model stop here, like you can do hips. Do hips and everything there. So this is like a second stop, 1 or 2 seconds. Is there like a sort of spanning? No. Yeah? Nee. Is it überhaupt wel eens gespannen for zo'n show? Ja, joh. Alleen dan had de haken heel heeg binnen, omdat ik weet dat ze moeilijk binnen om te rennen. Zo'n soort dingen. Bij de haken die stuwen aan hebben is dat... Ik ben wel heel heet. Is dat ik op oefenen? Nee. Love you, Dad. Van het woord. En dit is de shot van mij. Altijd. Meestal niet een heel onrijtje en de kleren en het hier en de make-up. Het is echt zo van het motorkleed. Heel stoer en ik vond het op zich wel leuk, maar ik weet niet hoe het in de... Ik had de show net zo, ik weet niet hoe het in het geheel dieke. Maar ja, ik vond het wel stoer. Wist je wel eens een kleed erin geweest die absoluut net oké bij Schilst? Ja, want dit wie net... Jawel. Nou, net echt. Zo'n meisje is altijd wel krek, zei dat... Ja, één keer ik wel in de moest ik onderkort en denk van ja, voel ik me net echt oké. Voordat er überhaupt een showroom worden kan, moet de kleren eerst op maat maken worden. Dit gebeurt tijdens een zogenaamde fitting. Gebruiken ze dat vaak voor hun? Ja, elk seizoen wel. Zuster van wat zijn maatje? Dit is heel, ik vind het heel leuk. Ik giet het nou eigenlijk om? Giet het nou om mijn kleren of om mijn model? Nou, ik giet om mijn kleren en hun willen natuurlijk de beste model in hun show. De meest, ja, die het meest in huis is, die het meest doet, die het voor hun daar wil.
dat mensen denken van, oh, ze zit in hun show en dat het dan weer, ja. Dus ik wil een gear working. Dat we weer, ja, iedereen, ik doe dit van hun publiciteit en van, ja, van PR nemen ze het dan. En zij doen het, ik wil verder weten. Ze doen ook wel koor, maar wel op een positieve manier. We hebben koor nodig. En dat houdt ik klein. Wat me nou als verklaar is, ik dat... Oh, ik denk dat het mij. Doei! We choose her because she's beautiful, I think, and yeah, she's one of the best girls in town, so... What makes Doutzen special? I think her beauty, and she loves her a lot. Chiedeva perché ieri è venuta la Doutzen al casting e perché l'abbiamo scelta. Perché è molto elegante. And she's molto... very elegant also. She loves her. It's a good combination with the gloves. Come? Oltre che essere molto bella, molto elegante e molta personalità. Yeah, and she's very elegant, she's got personality and she's beautiful, of course. Modellenbureaus regelen alle afspraken van Doutzen. Maar hoe zit het nou? Waar werkt het van waar? Ze werken van mij. Ze krijgen 20% van wat ik meidje. Ze regelen mijn werk. En daar betaal ik hun voor. Ze betalen mij wel uit, maar ik betaal je hun. Hoe is de gezagsverhouding dan? Nou ja, het is wel een beetje... Geen ze verder op een knibbeltjes of? Ja, want ze zijn natuurlijk bang dat ik naar andere bureaus ga. Ja. Maar dat doen ze nooit benep, maar ze zijn wel, ja, ze zijn wel voorzichtig. Maar het is net samen wat, ik ben mijn eigen bedrijf en het is wel fulltime, ja, het is fulltime werk. Dus ik ben echt een zakenvrouw. Wat is nou het moeilijkste aan het rin? Gewoon ontspannen wezen eigenlijk. Meer, ik, in het begin ben je er volle mee bezig, maar hoe rin ik en liek het bijvoorbeeld en dan liek het juist heel krampachtig. Ik denk het rin, dus ik vind het rin het leukste ervan. Van een hele fashion week. Hey, how are you, cutie pie? I love Doutzen. She's one of my, absolutely one of my favorite models. Why? Apart from the fact that she's incredibly beautiful. She's one of the most pleasant girls to work with. She's a pleasure to have in the... You can spend, you know, 3 days with her. She's patient. She's just has a lovely sense of humor. She's nice with everybody. She never complains. She's highly professional. It's just a pleasure to have around. So that's a big difference with other models? Yes. There is. Een koers is mooi nood verschilje tussen het oren van Kus, Nejana en mij. Dat wij gewoon een hele oren type model binnen. Yeah. Zij is heel wat. Zij is heel thin en ja, geen heupen, geen borsten. Thank you. See you soon. Hoe kan het dan dat, dat die model dan al eens zo verschrikkelijk thin binnen? Dat weet ik net. Net eten, denk ik. Ik ken het ja, net oké, okay, maar waarom vinden zo'n soort modemerken dat dan... Oh, daar ben ik nog meestal niet het heel mooi vinden. Kleers zijn soms wel heel mooi, hè, op hele tinne vaamkes. Kleers zijn vaak mooier op slanke meesten dan op dikke meesten, maar... Maar ja, ik vind het maar wel gewoon eten. Ik zou dat ik net ken het net eten.